Het was een knappe overwinning midweeks van VVSB in het paars tegen Telstar, 4-1. Maar in de competitie wacht de ploeg uit Noordwijk-Rout nog altijd op de eerste zegen van het seizoen. Van de Wilde haalt er een hoekschop uit, vroeg in de wedstrijd tegen Kozakkenboys. Danny Buis kijkt toe. Arroyo kopt en dat is de eerste dreiging van VVSB. Arroyo, de vervanger van Peet van der Slot, die er tegen Telstar uitgestuurd werd. En daarom niet mee mocht doen tegen Kozakkenboys. Dat ook vier man miste met blessures. Vier vaste basisspelers, van wie Sammy Montero met de leukste reden absent was. Hij werd vader deze week. Sunmes is een van de vervangers. Die mag ver komen en die maakt de 0-1. Het is een hobbelbal, het is een rare schuiver. Hij viert hem met de gepasseerde Ignacio. Bal lijkt niet hard, niet onhoudbaar, maar is het wel voor doelman Valk. 0-1 is de ruststand. Zwart dan met de kopbal en de redding met de knie van Richard Arends. Abdullah. Abdullah Teuns, dat is een forse overtreding. De spelers van Kozakkenboys die hebben dat ook gezien. En scheidsrechter Van den Eyck ook, rood. En zelfs de meest doorgewinterde VVSB-supporters die in eerste instantie protesteerden, zullen na het zien van de herhaling zeggen, ja, dat is terecht. Mendes Moreira is weg. Nee, geen El Azouti. En dan alle geluk van de wereld voor Doelman Valk. Dat hij daar staat op de eigen inzet van Van Pelt. En zo blijft het 0-1. Abdullah. De 10 van VVSB tegen Telstar met zijn tienen maakte ze van 0-1 4-1. Maar hier lukt dat niet, want El Azouti doet dit knap. En die maakt een kwartier voor tijd de 0-2. Het is een derde doelpunt van het seizoen. En kijk eens hoe die wegdraait. Het is heel kort gedraaid. Veilbrief staat verkeerd. Doelman Valk is kansloos. En Kozakkenboys staat op 0-2. Abdi Mariam gaat goed door bij Veilbrief. En de Rijk. En ja, bij honkbal heet dat een handeling. Dit had 0-3 moeten zijn. In de extra tijd, de vrije schop voor VVSB. Doelman Valk pompt. Tommy Bekooi ingevallen. Probeert het maar eens. Maar zelfs de topscorer van VVSB krijgt hem er niet in. En zo blijft VVSB in de regionen waar de zorgen toenemen. 3 punten uit 5 wedstrijden. En Kozakkenboys beleeft een topweek. 5-0 tegen de Treffers, winst tegen de Graafschap en nu winst tegen VVSB.